Wat maakt het voor ons zo lastig in relaties? In de relatie met een partner met name, maar dat kan ook gelden voor relaties tussen jou en je vriend of een vriend of een vriendin, of jou en een familielid. Maar ik heb het nu met name over partnerrelaties. Het lastige is dat we vrijheid willen in ons leven, dat we onze eigen gang willen gaan, dat we niet beperkt willen worden door de wensen of de ideeën van een ander. En dat we tegelijkertijd juist heel dicht bij de ander willen zijn. En verbonden willen zijn en intimiteit willen. En soms willen we dan een drastische beslissing nemen van oké, ik kies niet meer voor een relatie. Ik wil vrij zijn, mijn eigen gang gaan, mijn eigen leven leiden. En als we dat doen, dan komen we er heel vaak achter dat we de ander missen, dat we verbondenheid missen. Of we nemen een drastische beslissing van nu wil ik voortaan bij de ander zijn. Ik wil juist het samen zijn ervaren. Ik heb zo'n behoefte aan intimiteit en ik ben mijn hele leven al bijvoorbeeld zo alleen geweest, of ik heb daar mijn hele leven al naar verlangd. En wat we merken als we daar helemaal in gaan, is dat we onze vrijheid gaan missen om je eigen gang te gaan. En dan kan het uit angst zijn om de ander te verliezen, om die ruimte niet te nemen. Wat er gebeurt is, is dat je de ander vaak juist verliest als je je eigenheid en het ruimte nemen voor jezelf helemaal opgeeft, omdat dat door de ander als verstikkend wordt ervaren. Terwijl ook die ander vaak bang is om dan de eigen ruimte te nemen, omdat die ook bang is om jou te verliezen. Wat er in feite is, is dat het er altijd zal zijn dat de behoefte aan intimiteit en de behoefte aan vrijheid beide aanwezig zijn en beide geleefd willen worden. En dat het meestal zo is dat, of heel vaak zo is, dat jouw behoefte aan vrijheid niet synchroon loopt met het tijdstip waarop die ander daar behoefte aan heeft. Of dat jouw behoefte aan intimiteit soms niet synchroon loopt met de behoefte van de ander. Het kan zijn dat jij behoefte hebt aan intimiteit en dat de ander juist in een fase zit waarin die behoefte heeft aan vrijheid, het ontmoeten van de eigen vrienden, aan het een dag zelf weggaan. En dat is iets om in de gaten te houden van hey, ik heb nu behoefte aan dit en de ander heeft behoefte aan dat. Maar het belangrijkste is in een relatie, is mijn ervaring tenminste, om tijden in te lassen waarin je met jezelf kan zijn, waarin je elkaar niet ontmoet, waarin je elkaar een paar uur of een paar dagen of een paar weken niet ziet. En als je dan weer bij elkaar komt, dan ben je weer opgeladen, verrijkt door ervaringen met jouzelf en met anderen. En kun je ook een nieuwe input weer geven aan de relatie en ben je weer benieuwd naar elkaar. Ik had zelf, als ik mijn geliefde in India ontmoette, dat ik zelf of dat hij voorstelde dan op een gegeven moment, zullen we elkaar een paar dagen, 3 dagen of 5 dagen niet zien of niet spreken.
Terwijl we in hetzelfde meditatiecentrum rondliepen. En als het niet mijn moment was om die afstand te nemen, dan kon dat pijnlijk zijn. En omgekeerd voor hem ook. Maar het gaf ons beiden heel veel. En als ik eerlijk was, dan had ik vaak, als hij het voorstelde, ook vanuit mijzelf de behoefte om weer los te zijn. En dan is het de kunst om dat die ander die ruimte vraagt, om dat niet op te vatten als een afwijzing van jou, maar als een hele natuurlijke behoefte. En het is heel mooi als je in jezelf kunt gaan herkennen wat je ritme is van samen willen zijn en weer alleen willen zijn. Dat is een natuurlijk ritme wat in elk mens en ook in elk dier aanwezig is. Om dat ritme te gaan herkennen en om het ritme te onderkennen bij je partner of je vriend of je familielid. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. En in de beschrijving onder dit filmpje voeg ik ook de link toe naar mijn playlist van dit YouTube-kanaal over relaties, waarin ik meer filmpjes heb gemaakt over relaties.